Yo Nintendo fans, we zijn in Area Zero aan het rondlopen met Arven, met Nemona en met Penny. En in de vorige video zijn we echt zo'n rare Pokémon tegengekomen. En terwijl we hier lopen, en dan hebben alle leden van dit team hebben het allemaal over hun families en zo en hoe ze elkaar zijn leren kennen en hoe de band is met de families. En Nemona die zegt, wat zegt Penny? Die heeft het over een beroemd iemand. Oh, de vader van Nemona die is beroemd en daarom schijnt Nemona populair te zijn of zo. En Nemona zegt, ja, maar dat wilde ik ook helemaal niet, dat mijn vader populair was. Blablabla. En nu heeft mijn zus de zaken overgenomen en deze Corviknight is kapot groot. Wat een beest, joh. Jeetje. Ah! Ga je me ook nog aanvallen? Dat was helemaal niet de bedoeling, jongens. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik wil alleen maar even kijken hoe groot jij was, vriend. Ik kan ook geen Pokémon wisselen als zij aan het praten zijn. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon deze berg naar beneden. Oh, Penny, die heeft het ook over de vader. Die zegt dat het de irritantste gast in de wereld is. Oh, zeg dat nooit over je vader. Dat is echt niet aardig, Penny. Dat is echt niet aardig. Nu vraagt Nemona naar mijn vader. Ja, maar ik praat niet, jongen. Ik zeg niks over mijn vader. Ik zeg niks over mijn moeder. Het is allemaal geheim. Top secret. Maar we zijn bijna aan het einde van deze serie. Dus knal die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want ook alle volgende toffe Nintendo Switch games gaan we gewoon op dit kanaal spelen. Want dit jaar komt sowieso ook Zelda uit. Zelda Tears of the Kingdom. En ik ben benieuwd naar welke game van Nintendo jij het allermeeste uitkijkt dit jaar. Hogwarts Legacy komt bijvoorbeeld ook uit. Super vet. En ik word weer lastiggevallen door Corviknight. Ga nou eens weg. Lekker camera-standpuntje ook wel. Ik zie zijn hoofd niet eens. Ik heb net Klotsaier. Ja, we hebben Klotsaier als eerst gezet en dan kan ik niet weg. Laat me nou gewoon weg. Ik kan die Corviknight niet eens zien. Laat me weg. Dankjewel. Maar Hogwarts Legacy, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Moet ik die gaan spelen op mijn kanaal, jongens? Laat het ook even weten in de comments. Spam die comments helemaal vol met gamepjes die jij heel graag zou willen zien op dit kanaal. Ja, voor de rest is er nog niet zo heel veel bekend wat Nintendo uit gaat brengen, volgens mij. We hebben een Minecraft game, een Minecraft game, Minecraft Legends. Ah, jullie kennen mij, ik ben noob in Minecraft. Dus bij mij wordt het gewoon Noobcraft Legends dan als ik die ga spelen. Maar voor de rest moet Nintendo even zijn gamepjes gaan aankondigen, want ik weet helemaal nog niet wat eraan gaat komen. Ik probeer de hele tijd in die rotsen te kijken. Oh, kijk, hier is een geheime gang. Ik zie een Lycanroc Duck Trio. Yo, maar wat is hier nog meer? Een Chansey. Zou vet zijn als we hier ook zo'n gekke Pokémon tegenkomen. We hebben hier Garchomp. Palmot, Palmo, Duck Trio. Sneezeltje, Sableye. Lycanrockies nummer 2. Chansey. Een Zwailus. Ja, maar die bijzondere Pokémon uit de vorige video, die konden we ook nog niet vangen, jammer genoeg. Zo, maar hier gaat wel iets gebeuren, denk ik, in deze grot. Deze grot zit hier niet voor niks. Nou, aan het einde van het jaar zal vast ook wel weer een Pokémon game uit gaan komen in oktober of november of zo. Geen hele nieuwe Pokémon game. Of misschien wel DLC voor Scarlet en Violet. Dat zou ook kunnen. Maar komt er bijvoorbeeld een nieuwe Mario game? Of, Luigi game verwacht ik niet. We hebben net Luigi's Mansion 3 gehad. Dus daar verwacht ik geen nieuwe game voor. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat misschien volgend jaar in 2024 de nieuwe Nintendo Switch of de nieuwe Nintendo gaat uitkomen. Ik weet ook niet of dat een Switch is. Misschien wordt het helemaal geen Switch. Anyway, we zijn hier bij een nieuw onderzoekstationnetje. En Arvin die zegt, yo, alweer een research station. Lekker. Ja, nu komt er sowieso weer zo'n gekke Pokémon aan, joh. Dat moet wel. Dat gebeurt elke keer. Nemona zegt, nu kunnen we lekker chillen. Nou, ik denk niet dat we lekker gaan chillen. Penny zegt, ik kan je met 100% garanderen dat er weer iets geks aan zit te komen. En Nemona zegt, nou, Penny, je maakt je altijd zoveel zorgen, joh. Penny zegt, huh? Wow, daar is die. Deze kennen we al. Deze kennen we al. Deze hebben we al gezien. Dit was inderdaad de Titan-Pokémon die we al zijn tegengekomen. Arven zegt, ja, Rikachu en ik zijn pro's als het aankomt op Titans. Dit gaan wij gewoon weer samen doen. Sowieso, Arven. Let's go. Oh, ik kijk ook gewoon onder de vloer door of zo nu. Lekker Mabo Stiffy. Oké, ik ga voor aardbeving. Oh nee. Met aardbeving raak ik Mabo Stiff ook. Sorry, Mabo Stiff. Het spijt me. Dat ik je raak? Wel lekker gedaan. Oh, ik raak hem ook. Oh, het spijt me. Het is nog een critical hit op Mabo Stiffy ook. Weet je wat, Mabo? Jij mag hem kapot maken. Ik ga hem laten slapen. Oh my gosh, ik word keihard gesloopt. Sloop hem! Lekker, Mabo.
Ik hoef niks te doen. Ja, Mabo is echt een baas. Ma-baas stif. Hoppakee, gefixt. Ja, wel een beetje dankzij Arvin. Ik heb op een of andere manier elke keer de verkeerde Pokémon voorstaan. Nemona zegt, wow, maar jullie hebben deze Pokémon dus al gewoon een keer gezien? Wat? Ik ben jaloers. En Penny zegt, ja, maar als een Pokémon uit de oudheden opeens door onze regio Paldea gaan rondlopen, dan hebben we echt een groot probleem. Moet professor Zada niet proberen om deze Pokémon onder controle te houden? Waarom gebeurt dit? En Arvin zegt, yeah, right. Alsof de oh zo briljante professor Zada ook nooit een foutje kan maken. Daar gebeurt iets bij Arvin. Hij voelt dat hij dichter bij zijn moeder in de buurt komt en nu wordt hij protective. Come on, Pikachu. Laten we het station binnen gaan. Ja, dat lijkt me een goed plan, want twee van mijn Pokémon zijn half gesloopt. Let's go. Ziet er weer exact hetzelfde uit. Oh, er is iets met Penny, volgens mij. Die zeggen, oh nee, er is niks, nee. Maar ik moet de hele tijd aan die tijdmachine denken sinds de professor dat heeft benoemd. De Pokémon hier in Area Zero kwamen vanuit het verleden, toch? Maar hoe zit dat dan met Koraiden? Is hij misschien ook niet zo'n hele oude Pokémon uit het verleden? Ja, dat zou zomaar kunnen. Goed geobserveerd, Penny. En de Mona zegt tegen Arvin, hey, jij had Koraidens bal en jij vertelde ons over zijn andere vorm in de eerste plaats. Jij moet wel iets van weten, toch? En Arvin zegt, die Pokémon, Koraiden, is gevonden door mijn moeder toen ze aan het werk was aan haar tijdmachine. Oh, en professor Sada niet neemt het even over. Die wil het even zelf uitleggen. Koraiden was de eerste Pokémon die ik succesvol heb gebracht vanuit het verleden met de tijdmachine. Het is de eeuwenoude vorm van Cyclizar. Oh, ja. Die link, die zag ik wel, ja. Ze zei dat ze heel veel Pokémon heeft teruggebracht, maar het is nooit gelukt om de twee Koraidens terug te brengen naar het verleden. Dus Arvin die vraagt nu, wat, er is hier nog een Koraiden? En Nemona zegt, wat als ze familie zijn? Misschien willen ze elkaar wel heel graag ontmoeten. Arvin zegt ook, ja, familie, ja, dat klinkt wel goed. Twee Koraidens die familie zijn uit het verleden. Er is een tijdmachine, wat gebeurt hier allemaal? Anyway, we hebben weer knopje gedrukt. We moeten nog één knopje indrukken. Dus let's go. Dus Koraiden is een eeuwenoude Pokémon. En Nemona wil een keer met Koraiden battelen. Ja, maar Koraiden die wil niet uit zijn Pokéball. Misschien is die juist wel heel bang voor die andere Koraiden. Arvin die zegt nog, ja, we hebben allemaal in het laboratorium geleefd, samen met mijn moeder. Daarom weet hij ook wel een en ander over die Pokémon. Op een of andere dag werd Koraiden helemaal gek. En toen wisten mensen van het geheim van Koraiden. En dat mocht natuurlijk niet. En daarom zijn dus zijn moeder en hij teruggegaan hier naar Area Zero. Mensen mochten niks weten over Koraiden. Ja, maar dat is gek. Ik heb al de hele tijd op Koraiden gereden gewoon. Maar dat is dus de reden waarom Arvin Koraiden haatte. Omdat zijn moeder daarna weg was gegaan en zo. En het is eigenlijk de schuld van Koraiden en ja. Oh, what? What? Gigantische waterval dingen. Waar komt al dat water vandaan, joh? We zijn inmiddels dus in een mysterieuze grot beland. Iedereen kijkt zijn ogen uit. Wat zijn dat voor gekke glinsterende stenen, joh? Heeft dat met het crystallizen, met het terrestrializen te maken? Ja, dat lijkt er wel op. Een beetje dezelfde kleur. Arvin zegt dus, de professor is hier ergens beneden en ze wacht op ons. We gaan je moeder vinden. Eindelijk weer na zoveel jaar, Arvin. Let's go. Ik hoop wel dat we nog even wat nieuwe Pokémonnetjes tegenkomen. Kijk, deze Minecraft. Ik vind dit echt zo'n gekke Minecraft Pokémon, jongen. Dit is wel een van de minste van de nieuwe generatie, hoor. Wow! Wow, wat is dit voor gekke Miss Majors, Miss Drievous. Miss Drievous natuurlijk. Hallo, Fluttermane is dit. What up, Fluttermane? Oh, je begint gelijk stoer te doen. Jij bent weer sneller, hè? En je doet critical hits. Hij is best wel cool eigenlijk, die Fluttermane. Die is wel vet. Oh, en ik sloop hem in één keer, want ik heb hem ook gepoisoned. Ik wou hem vangen. No, Fluttermane, goodbye. Die is wel cool. Ja, die vond ik vet. Oh, ik ben zo benieuwd wat er nog meer is. Ja, deze kennen we natuurlijk. Dit is de Pokémon van Gita. We hebben hier die gekke Dunsparces. Oh, het gesprek gaat weer verder. Dus Koraiden die kwam uit de tijdmachine. En toen heeft hij met de professor geleefd. Samen met nog één van zijn soort. Maar hij wil nog steeds niet uit zijn bal komen. Nemona dacht dat het komt omdat we zo hoog waren. Dat hij hoogtevrees had of zo. Nou ja, dat vind ik een hele rare opmerking, Nemona. Hij is helemaal naar beneden gevlogen. Met ons op zijn rug. Natuurlijk heeft hij geen hoogtevrees, man. Hier nog een Fluttermane. Oh, dit zijn gewoon normale Dunsparces trouwens. Oeh, we komen bijna bij het nieuwe onderzoekstation aan. Daar in de verte. Het laatste onderzoekstation. En dan weten we wat er gaat gebeuren. Ah, spannend. Let's go, let's go. Nou, welke Pokémon staat hier dan voor de deur? Of staat hier geen Pokémon voor de deur? Kunnen we hier gewoon naar binnen? Hé, we kunnen gewoon naar binnen. Yo. Oké dan. Deze is best wel kapot gemaakt. Dat is zeker die andere Koraiden geweest. Die is boos. Professor Sada zegt, hoi kinderen. Sorry, hallo kinderen. Arvin zegt hallo. Hallo? Oh, storing. Oh, wait, wow, ze zegt, I'm sorry, sorry. Ze is helemaal geglitcht, man. Wow, die camera wordt ook lijp. Ik word een beetje duizelig hiervan, jongens. Hello, children. Oh my gosh. Oh, ze is de computer opnieuw aan het opstarten. Hey, dit is echt een raar verhaal. Wat gebeurt er allemaal? Niks. Gebeurt er niks? Hallo?
Ik wil op deze knop drukken. Kijk, oké. Okay. Alle sloten zijn verwijderd. Oh ja, kijk. Professor Sada is er weer terug. Die zegt, hallo, kan je me horen? Vergeef me. Er is wat storing op de lijn. Oké. Okay. Oh, Arvin zegt dat is niet wat het was. Wat? Wat? Arvin? Weet jij meer? De sloten zijn in ieder geval ontgrendeld. We moeten nu naar de Zero Lab. En die is helemaal beneden. Oké. Laten we even kijken waar die glitch vandaan kwam. Penny zegt ook, er was echt iets heel raars met de professor net. Nee, Mona vond het allemaal wel weer leuk. Die zegt, ah, dat is spannend joh. De onverwachte wending. Vind ik allemaal lachen. Die is echt niet helemaal goed hoor. Arvin die weet wel meer, maar... Die wil het niet vertellen ofzo, wat er aan de hand is. Hé vriend, je staat achter het hekje. De bedoeling is dat je aan deze kant van het hekje loopt. Anders val je straks naar beneden, hè? Verdorie. Kijk uit, vriend. Oh, hier kan ik niet verder zo te zien. Oh, wacht, ik moet deze kant op, ja. Zo, ik dacht even dat deze shiny was. Maar het is gewoon de gekke weerkaatsende licht van die steen. Nou, we gaan helemaal naar beneden. Het is best een pokken en het lopen als Corijden zijn bal niet uit wil komen. Ja, kijk daar. Daar achter die deur zou dan professor Sada moeten zijn waarschijnlijk. Oké, let's go. Professor Sada. Oh, wacht, ik kan er niet naartoe lopen. We moeten even naar boven kijken naar dit gigantische kristal. Ja, joh, dat gebouw zit in een kristal. Wow. Thumbnail shot. Oh, telefoon gaat, hè? Telefoon gaat. Gaat Sada me nou bellen vanaf daar? Ja, Sada zegt, hoi kinderen, goed gedaan. Het gebouw hier voor je is de Zero Lab. Hoe kan zij ons altijd zien trouwens? Vraag ik me af. Hangen hier ook camera's in deze grot? De kristallen hier hebben een hele bijzondere energie. Met hiermee kunnen we levende dingen aanpassen en optimizen. Oké. Ik weet niet of dat is wat je wil, of dat verstandig is. Maar goed, het is dezelfde energie die de Pokémon laat terrestrializen. En Arvin die zegt, dus dat hele gebouw geterrestrialized. Ja, nou, daar lijkt het wel op hoor, Penny. Oh, Penny die heeft weer iets gevonden. Die zegt, de kristallen voor terrestrializen zijn hier gemaakt. Ja, klopt. Dat hadden we al door. Je kan hier nu naar binnen gaan. Maar er komt er een onwijs gevaarlijke Pokémon. Ja, maar dat kunnen wij wel aan. We zijn met z'n vieren hier zo. Dit kunnen wij, joh. Dit kunnen wij. We gaan gewoon die knop indrukken. Oh, Arvin zegt, nee, wacht. Hoezo? Wat is er? Arvin zegt, moet Corijden ons niet helpen? Aangezien er heel veel gevaarlijke Pokémon er straks naar buiten gaan komen. Nemona zegt, ja, Corijden, die zou best wel kunnen helpen. Penny die zegt, ja, maar hij wilde niet eens dat we op zijn rug gingen zitten toen we hier naar beneden gingen. Maar Penny zegt, nee, maar dat gaat toch helemaal niet, joh. Arvin die zegt, ik weet dat Corijden heel sterk is. En misschien als ze hem nu uit zijn bal halen, dan vindt hij ook wel zijn familie. Penny zegt, ja, ik weet het niet hoor, ik weet het niet. En Nemona zegt, laten we Corijden eruit laten. Ja, is goed. Oké, we gaan gewoon kijken wat Corijden gaat doen. Hallo Corijden, ik weet dat je een beetje bang bent, maar we hebben misschien je hulp even nodig. En nu moeten we wel op die knop gaan drukken. Oh, snap. En dat doen we dan ook. En dan gaat het, oh ja, de alarmbellen beginnen al af te gaan. Oké. Wie komt eruit? Ik ben heel benieuwd. Oh shit, hier is die andere Corijden. Die staat hier boven al te wachten. Die komt naar beneden. No, en die heeft wel zo'n battleform zo te zien. Oh, snap. Oh, mijn Corijden kijkt ook zo bang. Die is echt angstig. Kijk, heel zijn lichaamstal zegt ook... Nee, dit is niet oké. Dus doe eens rustig tegen mijn Corijden. Kijk, je maakt hem helemaal bang. Wat doe je nou stoer? Niet zo stoer doe jij. Doe normaal. Nee, je gaat niet slaan, vriend. Je gaat niet slaan. Je gaat hem niet slaan. Oh, hij gaat daar naar binnen. Oh, hij gaat de andere kant op. Hij denkt, ik wil naar die tijdmachine. Ik wil terug naar mijn eigen tijd. Ja, dat lijkt me misschien de beste oplossing. Oh, arme Corijden. Dat was echt zielig. Oh, kijk, hij is ook helemaal een beetje depri nu. Corijden is echt helemaal bang. Arvin zegt ook, ja, die andere Pokémon die gaf echt hele slechte vibes. Ooit ga jij ook weer kunnen battlen hoor, Corijden. Dat komt helemaal goed. Dat moet wel. En Nemona zegt, maar zei de professor niet dat de hele gevaarlijke Pokémon... naar buiten zouden komen nu. Vanuit daar. Oh, daar komen ze! Met z'n allen! Die gaan we battelen in de volgende video. En dan zijn we denk ik bijna bij het einde. Dus als je het einde ook mee wil krijgen van deze serie, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. Dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!